Het bureau Bentham Crowell Architecten uit Amsterdam mag het ontwerp maken voor de uitbreiding en de vernieuwing van Museum Arnhem. In haar juryrapport roemt de commissie de helderheid en de eenvoud van het ontwerp. Verslaggever Dick ter Hark sprak in Arnhem Actueel met een gelukkige directeur van Museum Arnhem, Saskia Bak. Goedemiddag mevrouw Bak, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag en inderdaad heel gelukkig. Oké, dat wilde ik vragen met u naam. Heel gelukkig, was het ook uw keus? Ja, laat ik zo zeggen, er zijn 5 architecten geweest die een visie hebben geleverd. Ja. En al die 5 visies die stemden tot veel vrolijkheid. Het waren allemaal hele goede, mooie, pregnante plannen. Ja. Dus we hadden een luxe vraag, zeg maar. Hè? Ja, wie is de beste van alle goede plannen? En dat is Bentham & Crowell geworden. Wat maakt dit ontwerp tot het beste? Wat is het juist het extra wat Bentham Crowell eraan gegeven heeft volgens u? Nou, ze hebben heel goed gekeken naar het programma van het museum. En wat wij heel belangrijk vinden is dat er een goed museum komt, uiteraard. Ja. Maar ook dat de unieke plek, hè, want dat onderscheidt Museum Arnhem van heel veel musea, unieke plek met dat geweldige uitzicht en de beeldentuin, dat ook echt mee gaat doen met het museumbezoek. Ja. En dat hadden zij heel goed vertaald. Ze hebben eigenlijk 1 heel helder gebaar gemaakt. Hè? 1 heel heldere vleugel die daar aankomt. En vanuit die vleugel, als je daarin bent als museumbezoeker, zie je doorlopend de tuin en de beelden. En kun je van het uitzicht genieten. Ja. En in de vleugel zit een fantastische trap, waardoor je eigenlijk het bijzondere van die plek nog eens benadrukt. Okay. Kunt u bij het museum nou ook veel meer doen, meer bijzondere exposities binnenhalen door die uitbreiding? Of kon het eigenlijk altijd wel? Wat je ziet is dat een nieuw gebouw meer tot de verbeelding gaat spreken. Een nieuw gebouw maak je natuurlijk omdat je andere dingen wil en de dingen van deze tijd wil en zo'n gebouw. Maakt dat mogelijk. Je hebt meer ruimte, je hebt meer armslag. Dus je ziet altijd dat musea die vernieuwd zijn of die nieuwbouw hebben, dat die een enorme stap kunnen maken. Ja.